Oh, daar komt hij, daar komt hij. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaat hij. De vloep weg. Daar, oh. Ja, dus ik zit nu in de trein. Ik snap het zelf ook niet zo goed waar gebeurt. Maar welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar Sint-Niklaas. Ik ben nog nooit in die stad geweest en ik weet eigenlijk ook niet wat ik daar ga doen. Maar het is voor een kamp of zo en ik ga daar een beetje chillen. Ja, we gaan gewoon chillen. Dus ik zit nu in de trein. Het is ochtend. Ik ben nog nooit zo vroeg wakker geweest in de zomer. Maar oké, kijk. Soms moet je vroeg opstaan om de trein te kunnen nemen. En omdat ik in Blankenberg woon, moet ik 2 uur reizen naar overal. Dus ja, mijn leven is sowieso al genukt. Voor de rest ga ik hier gewoon chillen. Ja. Maar ik ben nu dus in Brugge. Het is hier ook echt geweldig. Maar ik ga stoppen met spreken. Want straks denken de andere mensen in deze wagon dat ik ziekte heb, dat ik tegen mezelf praat of zo. Maar dat is voor de vette video. Dus zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace. Ja, let's fucking do this. Hier even wat leuke beelden uit de trein met een leuke beat. Nee, what the fuck? Wat denken jullie? What the fuck? Ik moet echt naar het toilet, maar ik durf nooit naar het toilet gaan op de trein. Moet je dat je rugzak en zo meenemen op dat toilet? Ik heb flow idee, maar ik ga naar Sint-Niklaas, joh. Ja, dus ik ben in Sint-Niklaas. Ik weet niet echt wat ik hier doe. Ik weet wel wat ik hier doe, het wordt fucking vet. En kijk, zien jullie die bal? Ik weet niet of jullie hem zien, jullie zien hem sowieso. Ooit ben ik daar eens opgeklommen toen ik klein was. Ik was hier met een schaaktoernooi of zo. Ik heb niet zo'n nuttig leven gehad toen ik klein was. Maar ik schaakte wel en ik ben West-Vlaams kampioen geworden. En nu ga ik instappen in een random auto. Ja, het is een vage wereld. Yo. Is goed. Ik denk dat ik gekidnapt word of zo. Ik weet niet waar ik ben. Ik zit in een bos. Blankenbergen zijn er niet eens bomen. En als er een bosje is, dan zijn het gewoon 2 boompjes die bij elkaar staan of zo. Ik weet niet waar ik ben. Ik zie de zee niet. En op onontdekt terrein. Dat is echt super chill. Ik weet eigenlijk zelf niet wat ik ga zeggen. Ik weet dat nooit. Kijk, dus ik ben aangekomen op een kamp of zo. En ik ben nu aan het praten voor deze mensen. Het is heel vet hier. Het is super mooi. Ik weet niet waar ik ben. In Frankrijk of zo. Het ziet er een beetje natuurlijk uit, maar het is wel super vet om te zien. Doe alsof dat mijn leven nuttig is, maar dat is niet zo. Dus ja, wil er iemand voor jullie iets zeggen of zo? Nee. Ja, dat had ik ook niet gedacht, maar ja. Kijk, als er nog iets gebeurt, kom mee te vallen of zo, dat film ik het wel, dus let's go. Verwijder adblock. Zonder advertentie. Ja, als er iemand van jullie adblock aan heeft staan, doe het ook maar weg. Dan zou ik gewoon zeggen, dag en tot de volgende keer. Yo, yo, nog een fijne middag, yo. Kijk, check die nummerplaat. Kijk, even serieus, de nummerplaat hangt gewoon aan de auto. Eén grapje, de nummerplaat hangt aan de auto. Keihard. Nooit gezien. Maar er gebeuren toch dingen in andere provincies. Ik voel me nu toch een beetje afgesloten van de wereld als ik woon in Blankenbergen. De rest was het wel een hele speciale dag, was die zaak nog nooit had gedaan. Very special. Yo, ineens ben ik terug. What the fuck. Vloggen in het openbaar is echt raar. Vooral in een stad dat je niet kent. En niet dat dat campagne is, want dat is het niet. Nu ga ik terug naar Blankenbergen. 3 uur op de trein. Super veel zin in. Ja, ik heb honger. Want ik heb nog niks gegeten. Zo verneuk je dus de hele dag aan het trainen. En dan is die hele dag gedaan. En dan is het 5 uur. En mijn telefoon is plat. Dus ik moet nu de hele tijd op de trein zitten zonder batterij. Iedereen kijkt weer heel raar naar me. Let's go. Trein. Yay. Is het? Yo. Yo, man. Echt een eer. Yo. Even een sticker op de trein plakken. Let's go! Hij is het merk van een hele goede vriend van mij. Dus ja, chillings op de trein. En nu ga ik naar Blankenbergen met al deze mensen. Veel te veel mensen willen naar Blankenbergen. Er is daar echt niks te doen. Ik wil ook in de trein. Overal vol. Fuck me! Familieruzies. Net zat ik ook weer op de meest overvolle trein ooit. Uur recht gestaan en tegen bezweten mensen gestaan. Besliste er ineens iemand om een appelsien te eten. Maar je moet weten, die shit geeft geur af. Het is niet normaal. Dus ja, echt geweldig. En de batterij van mijn camera is bijna plat. En ik heb mijn trein gemist. Ik denk dat ik mijzelf nu ga omver knallen met een bazooka. Ik uur wachten in Gent. Live. Ja. Overstapt van Gent naar Blankenbergen, dan heb je 1 minuut om over te stappen. 1 fucking minuut. Je komt aan 2 minuten na een uur. Die van Blankenbergen vertrekt 5 minuten na elk uur. Als er 1 minuutje vertraging op je trein zit, mis je deze trein. En dan moet je een uur wachten. Let's fucking go. Ik heb hier echt geen zin in. Dames en heren, zijn jullie klaar om te zien hoe je door chast op het toilet? Zijn jullie er klaar voor? Daar komt hij. Daar komt hij. Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaat hij. De vloep weg. Oh, shit.
Oh shit, er hangt iets aan mijn tand. Fuck. Dat is de reden waarom treintickets zo duur zijn. De salesmechanisme, geflowen hoe dat dan om de doortrek ding, is fucking cool. Dus een dik shout-out naar de treinen om zo'n cool dingetje te hebben. Let's go. Oh shit, ik had de deur niet op slot gedaan. Nou ja. Niemand is bijna gekomen, dus dan boeit dat niet dat ik de deur niet heb dicht gedaan. Ga ik hier gewoon zitten. In de trein naar Blankenbergen zit er nooit iemand. Deze trein is altijd fucking leeg. En dat is wel jammer, want ja, Blankenbergen is wel gewoon een topstad. What is life? Leuke sfeerbeelden uit de trein met muziek. Ja, nee toch. Deze pet is keihard. Ja, dus vandaag was een fucking vermoeiende dag. Morgen vertrek ik op Pukkelpop. Waarschijnlijk komen er 4 of 5 dagen video's online. Spijt me, een doneergehaald. Bankrekening staat in de beschrijving. Dus ik ga van de allereerste keer op festival. Dus zeker een duimpje omhoog. Dan komen de dagelijkse vlogs gewoon naar Pukkelpop terug. Ik film wel een beetje op Pukkelpop. Waarschijnlijk doe ik dat niet, maar oké. Ik ben Acid. Dus ja, ik zou zeggen adios, bitches. Tot over enkele dagen. Zorg dat je niet dood bent als ik terugkom, ja? Hallo. Er zijn al veel volk. Slap op. Oh shit, goedemorgen. Wow, what the fuck. Ik heb zo'n gekke droom gehad.